30 september is het zover. De grote publieksmanifestatie. Een sportief evenement dat plaatsvindt hier op de Buitenring. Charles, waarom stellen provincie en regio de Buitenring open op 30 september? Ja, heel simpel. We willen de mensen in de regio de weg laten beleven. Ook de unieke kans bieden om de weg te proeven. Te voelen, als ik het zo mag zeggen, na al die jaren van aanleg voordat de auto's eroverheen gaan. En ja, we hebben met regio en provincie die weg aangelegd om leefbaarheid en bereikbaarheid in de regio te verbeteren. Mensen kunnen dat gewoon aan hun lijve dadelijk ondervinden. En voordat je dat vanuit de auto of vanaf de motor moet doen, vinden we dat het ook mogelijk moet zijn om een keer echt op die weg te zijn. Ja, mooi. Moet je aanmelden? Aanmelden is alleen nodig voor de hardloopwedstrijd. Voor het middaggedeelte, dat is recreatief. Daar kun je wandelen, fietsen. Is dat niet nodig? En daar kun je dus gewoon ook als bezoeker naartoe gaan. En ja, ik zou wel zeggen, als het even kan, ga op de fiets. Ga op de fiets. Kom met de fiets naar de Buitenring. Ja, ja. En ga je zelf actief deelnemen? Ja, is wel de bedoeling. Ik wil dat met mijn gezin gaan doen. We zijn er nog niet over uit of dat fietsend of wandelend gaat worden. Rennen ben ik niet zo van. Dat, fietsen dat mag ik ook meer doen, maar ja, ik denk dat het fietsen wordt. Op 30 september wordt hier dus gewandeld, gefietst, maar ook hard gelopen tijdens de IBA Leisure Run. Wat heeft IBA nou met de Buitenring? Voor IBA is de Buitenring de Leisure Ring, de weg die alle toeristische attracties in Parkstad met elkaar verbindt. En juist die verbinding willen we ook met elkaar markeren, duidelijker maken, door bijvoorbeeld de vangrail te verlichten en met verlichting te werken op het asfalt om beken of de Veldbiesbreuk of Romeinse wegen die de Buitenring kruisen ook duidelijk te maken. Okay. En als je dan mee gaat doen, dus tijdens de leisure run, doe je dat dan als team of ga je dat alleen doen? Hoe werkt dat? Het kan op een aantal manieren. Hè. De jeugd tot aan volwassenen kunnen meedoen. En aan de andere kant kan je alleen meedoen of in teams. En we nodigen grote bedrijven of kleine bedrijven uit met teams om mee te doen aan de business run. En dat kan 5 of 10 kilometer zijn, dus daar zijn ook meerdere mogelijkheden. Okay. En ben jij al ingeschreven? Nog niet, dat moet ik wel nog doen. Maar het heeft al in de krant gestaan dat ik meedoe. Dus daar kan ik niet meer onderuit. Dus ik ben erbij 30 september. Heel goed. De organisatie van de IBA Leisure Run ligt in handen van de Paarloop Brunsum. Hoe zijn jullie hierbij betrokken geraakt? Ja. Nou goed, in Brunsum zijn wij als organisatie van de Paarloop best wel bekend. En van onze kant was er altijd al heel veel belangstelling om ooit een keer hierop te mogen lopen. Dat hebben we ook al vroeg kenbaar gemaakt bij de provincie. En op een bepaald moment was het zover en toen zijn ze ook weer bij ons teruggekomen en hebben gevraagd van god, willen jullie nog steeds? Ja, natuurlijk. We vinden het gewoon heel leuk om hier op deze, op deze weg, die dan normaal nooit wordt opengesteld voor het publiek, om te rennen, om dat dan hier te mogen organiseren. We hebben daarom ook een programma bedacht waarbij echt zoveel mogelijk mensen betrokken raken. Dus de echte lopers die de halve marathon hier mogen rennen. En 10 kilometer moet je ook al behoorlijk geoefend voor zijn. Maar ook een 5 kilometer die je eigenlijk toch in een aantal weken, als je dat goed opbouwt, hier ook kunt afleggen. En natuurlijk de kinderen. Hè, dat zij ook de kans krijgen om hier te mogen meelopen. En dan na afloop krijgen ze ook allemaal een mooi t-shirt. En waar dan duidelijk op staat dat zij erbij waren. En ik denk dat is echt wel een historisch dingetje. Want straks ben jij dan toch iemand die daarop gerend heeft. Ja. Hoe kun je aanmelden? Nou, aanmelden is eigenlijk heel eenvoudig. De hoofdorganisatie ligt bij de Buitenring, dus die hebben een mooie website waar alles op vermeld staat. Maar ook via omwegen, via de Paarloop kun je ook inschrijven. Dus dat als je eenmaal zover bent en niet te lang aarzelen. Als je voor de 14e september inschrijft, dan krijg je dus inderdaad ook nog een mooi t-shirt. Maar dan staat ook zelfs nog je naam op je startnummer, dus dat kan je straks inlijsten boven je bed. Dan heb jij het gedaan. Ja. We staan ondertussen in Nut bij de aansluiting A76, waar de werkzaamheden nu weer volop in gang gezet zijn. Maar Mats, ze hebben even een tijdje stilgelegen vanwege rechtelijke procedures. Wat is de stand van zaken nu? Dat klopt. De werkzaamheden hebben deels stilgelegen. We zijn op andere plekken wel nog door kunnen gaan hier rond de aansluiting. Dat is een gevolg van de rechtelijke procedures die hebben plaatsgevonden. Inmiddels heeft de rechter bepaald
dat we weer verder mogen. Dus we zijn hier weer volop aan de gang. Er staan twee heistellingen. Maar we hebben enige vertraging opgelopen, dat klopt. We zijn nu aan het kijken wat die vertraging voor gevolgen heeft, ook voor de rest van de buitenring. Niet alleen hier, maar ook voor de rest, omdat die aansluiting op de A76 natuurlijk heel belangrijk is voor de verkeersintensiteiten. En we komen daar binnenkort op terug, ook in deze televisieuitzending. Dan vertellen we wat meer over hoe het nou met de ingebruikname van de andere delen van de buitenring staat. Twee stukjes weg worden wel nog in gebruik genomen binnenkort. Dat is eind september de nieuwe Nutterweg, die ligt aan die kant. Verbindingsweg tussen Nagelbeek en de bedrijventrein De Horzel. En de Lus van de Leeuwenweg, dat is in de buurt van Kathagen. Verbinding tussen Kathagen en Nut, die gaan we begin oktober in gebruik nemen. Dit was het dan voor deze aflevering. Wilt u meer informatie over de publieksmanifestatie op 30 september, kijkt u op de website. Ik ben er even tussenuit vanwege zwangerschapsverlof, maar over 2 weken is er weer een nieuwe aflevering.